Dit is een bespreking van het eerste stukje van paragraaf 19 van boek 26 van Apurba Condita. In het voorafgaande hebben we gezien dat Scipio Minor vol enthousiasme is gekozen door de Romeinse volksvergadering voor het opperbevel in Spanje. En dat ze daarna spijt krijgen. Op dat punt zitten we nu. Animadversere betekent bemerken, opmerken. Onderwerp is nog steeds Scipio Minor. En dat moet je verbinden met dat ubi daar. Dus zodra hij opmerkte, leidend voorwerp staat vooraan als hoofdrol. Quam solicitudinem hoort bij elkaar. Quam relatieve aansluiting, deze ongerustheid. Toen hij die dus opmerkte, waar komt die ongerustheid van? Dat staat tussen quam en solicitudinem in. De ongerustheid die ontstaan is vanaf, vanwege de zaak. Met zo grote impulsiviteit, impetus, aandrang, acta. Dat congrueert weer met re. Dus toen hij de ongerustheid de ongerustheid vanwege de zaak die afgehandeld was met een zo grote impulsiviteit, toen hij die bemerkte. En dan heb ik overgeslagen een tweede leidend voorwerp. Toen hij bemerkte curam hominum, de zorg van de mensen. Dan een ablativus absolutus, advocata contione, met een volksvergadering bijeengeroepen. Nadat een volksvergadering bijeengeroepen was, een contio, dat is een informatieve volksvergadering. En we hadden net een vergadering, een kiesvergadering, dat is deze dus niet. Dus hij roept een volksvergadering bij elkaar en dan houdt hij een redenvoering. Disseruit, hield hij een betoog. Waar ging dat betoog over? De et aetate sua, over zijn leeftijd, over het bevel dat opgedragen was, over het hem opgedragen bevel en over dat bello hang nog steeds af van dat de wat daar staat en over de oorlog quod gerendum esset, de oorlog die gevoerd moest worden, gerundivum constructie. Daar hield hij dus een redenvoering over en dat deed hij met een magno, een grote en verheven geest, met een grote en verheven stemming. En wel zozeer dat, dus hij hield een redenvoering met een zo grote en verheven stemming, dat hij excitaret, dat hij opwekte, rousus, opnieuw, daarbij het leidend voorwerp ardorem, de hitte, het vuur, eum qui, dat vuur dat was gaan liggen, dat hij dat excitaret opwekte, opnieuw en vernieuwde. Et impleret, en met een zo grote, hij hield zo'n goede redenvoering, dat hij vulde de mensen, waar je iets mee vult, staat in de genitivus, dat is dat spei, dat hij de mensen vulde met hoop, en die hoop die is certioris, zekerder, dan zo groot als pleegt op te wekken, dus die hoop waarmee Scipio de mensen vervult, die is zekerder dan zo groot als vertrouwen of een rationele afweging gewoon is op te wekken. Dus die zekere hoop waarmee Scipio de mensen vervult, die is niet gebaseerd, zegt Cicero, op fides, op vertrouwen of ratio. En zowel bij dat fides als bij dat ratio staat erachter nog een toelichting. Een vertrouwen, promissi humani, letterlijk van een menselijke belofte. Dus het vertrouwen wat Cicero nogmaals opwekt, dat is groter dan het normaal is als iemand de volksvergadering iets belooft. Of ook bij dat ratio een toelichting, een afweging ex fiducia op grond van vertrouwen van zaken, staat er letterlijk op grond van vertrouwen op feiten. Even opnieuw dat laatste stukje zin, dus hij hield zo'n goede redenvoering dat hij vulde de mensen van een zekerder hoop, dan zoveel hoop als gewoon is op te wekken, het vertrouwen in een belofte, in een menselijke belofte, of, zoals gewoon is op te wekken, een ratio, een rationele afweging op grond van vertrouwen
in wat er daadwerkelijk aan de hand is. Dus vertrouwen op de feiten.